Mijn naam is Ben Tichelaar, schrijver van het boek De Ladder. Waarom veranderen zo moeilijk is en welke drie stappen wel werken. Er zijn allerlei factoren die veranderen moeilijk maken. Maar een van de allerbelangrijkste, volgens psychologen, is loss is aversion, verliesaversie. De dreiging van verlies. En als je iets hebt waar je best tevreden mee bent. en je dreigt dat kwijt te raken, zoals een bepaalde zekerheid of stabiliteit. dan raken we juist bijzonder gemotiveerd om dat te behouden als we dat dreigen te verliezen. Dus loss aversion maakt veranderen ongelooflijk moeilijk. De kern van het boek De Ladder en ook van het model is eigenlijk de samenhang tussen drie factoren die altijd komen kijken bij leiderschap, bij verandering, bij als je aan jezelf werkt, aan je eigen ontwikkeling. Dat is dat je doelen stelt, dat daar gedrag bij komt kijken en dat je jezelf moet helpen, supporten om het ook voor elkaar te krijgen. Doelen alleen stellen is niet genoeg. Je weet allemaal, je moet in actie komen, er is gedrag nodig. Maar ook gedrag formuleren alleen is niet voldoende, want je moet jezelf helpen om tot dat gedrag te komen. Dat gaat niet vanzelf. Dus de samenhang tussen doel, gedrag en support, dat is waar het om gaat. Een concreet voorbeeld. Heel veel leidinggevenden willen graag dat hun team, dat hun afdeling innovatiever en creatiever wordt. Nou, dat is een mooi doel. Maar hoe doe je dat nou? Dan moet je als leidinggevende zelf zorgen dat is het gedrag wat erbij hoort, dat iedereen evenredig aan bod komt bij vergaderingen. Dus echt mensen ook ja, helpen om te participeren. Om, om dat iedereen meedoet. Om dat weer mogelijk te maken, om jezelf te supporten, dat je dat ook gaat doen, moet je dat bijvoorbeeld op een kladblok schrijven om jezelf eraan te herinneren. Of je vraagt een collega in het team of die dat wil doen of dat hij feedback wil geven. Dus je moet echt zorgen dat je het echt gaat doen. Doel, gedrag, support. Nou, over dit soort veranderingen en hoe je dat voor elkaar krijgt, daarover gaat de ladder.